President Bouterse bespreekt economische situatie met vakcentrales. President Desiree Bouterse heeft de verschillende vakcentrales in ons land uitgenodigd. Dit gebeurde op dinsdag 11 februari 2020 in het perscentrum. Het staatshoofd informeerde de vakorganisaties breedvoerig over het actueel vraagstuk bij de Centrale Bank van Suriname. President Bouterse heeft benadrukt dat een nationale aanpak noodzakelijk is om rust te brengen in ons land. Errol Snijders, voorzitter van AVVS De Moederbond, zegt aan het Nationaal Informatieinstituut dat hij het betreurt dat Sigmund Proeven, die voorgedragen werd om de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname in te vullen, om persoonlijke redenen daarvan heeft afgezien. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.